Goedenavond allemaal, dames en heren, hier in de zaal en ook thuis in de livestream. Harte welkom. Mijn naam is Judith Polman. Ik ben historicus in Leiden en ik mag vanavond deze bijeenkomst voorzitten. Dit is de druppel hoe historische inzichten bijdragen aan de omgang met waterproblematiek. Even een paar praktische kwesties. Ik hoop dat u uw telefoons heeft uitgezet. Als u dat niet heeft gedaan, doe het dan alsnog eventjes. We gaan straks drie sprekers horen. Er zal gelegenheid zijn voor vragen. En aan het eind ook nog voor een discussie van een half uur waar we met z'n allen in gesprek kunnen. Wie iets wil zeggen, die moet in een microfoon praten, want anders dan kunnen de mensen thuis het niet volgen. Dus als ik u straks het woord geef, moet u even wachten op een microfoon. Dan komen we die bij u brengen. Want anders dan is het een beetje sneu voor de mensen thuis die ook al niks mogen vragen. Dus, maar goed, we hopen dat we toch een leuke avond gaan hebben. Of een interessante avond in elk geval. Dit is de druppel. Het is natuurlijk wel dat wisten we natuurlijk niet toen we dit gingen organiseren. Of Maaike van Berkel, wiens initiatief dit is. Maar dit is natuurlijk wel de week geweest waarin we heel erg nadrukkelijk geconfronteerd zijn met waterproblematiek. Dat slachtoffersaantal is nog altijd aan het groeien. En in de gesprekken over de oorzaken daarvan gaat het onder andere over veranderingen in het landschap die er in Valencia en omgeving zijn gepleegd. Onder andere om op een andere manier landbouw te kunnen bedrijven met grotere machines. En iemand die ik van de week, een expert die ik in de krant aan het woord zag, die zei, ja, goh, vroeger hadden ze daar terrassen. Die hadden de moren, zoals ze dat toen nog noemden, hadden dat daar aangelegd. Die zijn afgebroken om die machines beter hun werk te kunnen laten doen. Maar het zou wel eens kunnen dat dat niet zo goed was voor de opvang van het water. Kortom, het is een hyperactuele zaak waar we het vandaag over hebben. Het is ook, de omgang met water is een van de grootste uitdagingen waar de wereld de komende decennia voor staat. Vanwege overstromingen, maar ook vanwege droogte en vanwege vervuiling. En die zijn ook eigenlijk allemaal onderdeel natuurlijk van dezelfde klimaatcrisis. Heel vaak wordt voor de aanpak van die problemen naar technische expertise gezocht. En wat we in deze bijeenkomst willen doen is een kijken, verkennen met een sociale wetenschapper, een architectuur- en stedenbouwhistoricus en een middeleeuws historicus. Die gaan samen verkennen hoe juist ook andere kennissystemen, dus niet helemaal de laatste technologie, maar oudere en andere kennissystemen, waaronder ook historische kennissystemen, kunnen bijdragen aan de aanpak van de wereldwijde waterproblematiek. Ik ga even de drie sprekers aan u introduceren voordat ik het woord ga geven aan onze eerste spreker, Maaike van Berkel. Die is hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Radboud Universiteit. Zij onderzoekt daar de sociale en culturele geschiedenis van het middeleeuwse Midden-Oosten. En haar bijna afgeronde Viki-onderzoeksproject ging over watermanagement in middeleeuwse steden. En het project heette Water in het Middeleeuwse Midden-Oosten, een bron van inspiratie voor de toekomst. En dat is dus eigenlijk rechtstreeks de thematiek waar we het hier over hebben. Onze tweede spreekster is Diana Suhardiman. Die is hoogleraar Natural Resource Governance, Climate and Equity bij culturele antropologie en ontwikkelingssociologie aan de Universiteit van Leiden. En zij is ook de directeur van het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde te Leiden, het KITLV. Zij zal voor ons spreken over haar onderzoek naar Bakelam, Sea Nomads, Knowledge Systems and Potential Building Blocks for Living with Change. En zij zal in het Engels voor ons spreken, maar zij verstaat prima Nederlands en kan ook Nederlandse vragen beantwoorden.
En onze laatste spreker is dan Carola Heijn, hoogleraar architectuur en stedenbouwgeschiedenis aan de Technische Universiteit van Delft. Zij is de kartrekker van het Leiden-Delft Erasmus Port City Futures programma en bekleedt sinds 2022 de UNESCO-leerstoel Water, Ports and Historic Cities. En zij doet onderzoek naar water, cultuur en erfgoed en duurzame ontwikkeling. En ook zij vindt dat je kunt leren van het verleden voor een veerkrachtige toekomst. Kortom, we hebben hier de echte experts in de zaal en die gaan voor ons spreken. Ik zou nu graag Maaike het woord willen geven. Na ieder verhaal is er 5 minuten tijd voor vragen. Maaike. Ja, dankjewel Judith en welkom iedereen. Leuk dat jullie met zoveel mensen er zijn. Duurzame omgang met water is een van de grootste uitdagingen voor het Midden-Oosten. Er is een redelijk recent van een aantal jaar terug rapport van de World Bank Group. En daarin wordt beschreven hoe water een van de grote problemen in het Midden-Oosten is en nog verder zal worden. De helft van het water dat wordt gebruikt op dit moment wordt niet op een natuurlijke manier vervangen. En dat betekent dat water dus steeds minder aanwezig zal zijn. En de World Bank zegt ook dat water een van de grootste oorzaken van conflicten in het Midden-Oosten zal zijn in de toekomst. Ja, waterproblemen worden niet alleen veroorzaakt door schaarste, door tekorten aan bronnen, maar ook door de manier waarop ze gemanaged worden, waarop ze georganiseerd worden. En heeft heel veel te maken met een beter bewustzijn. We zouden een beter bewustzijn moeten hebben van hoe we omgaan met water. Ook diezelfde World Bank Group die zegt dat technologische ontwikkelingen een deel van het antwoord zullen zijn. Maar dat de oplossing ook zeker ligt in bestuurlijke vernieuwing. Nieuwe manieren van toewijzen, verdelen van water bijvoorbeeld. En heel specifiek hebben ze het ook over watervoorziening lager, of de verantwoordelijkheid voor de watervoorziening lager in de hiërarchie leggen. Nou, precies die relatie tussen water en watermanagement en de manier waarop water wordt georganiseerd stond centraal in mijn recente onderzoek. En dat onderzoek, even kijken, En dat onderzoek gaat over watermanagement in steden in het middeleeuwse Midden-Oosten, grofweg van de 7e tot de 15e eeuw. We hebben daar in een team van archeologen, historici, Arabisten gekeken naar manieren waarop water in steden, in grote steden en onder grote groepen van mensen geregeld werd. Dus niet alleen steden zoals Basra, Bagdad, Damascus en Cairo, maar ook bijvoorbeeld langs de pelgrimsroutes naar Mekka en in de stad Mekka zelf. En we hebben daarbij installaties in kaart gebracht, dus de waterinstallaties die in die tijd gebouwd zijn en gebruikt werden. Maar heel specifiek hebben we ook gekeken naar de manieren waarop die waterinstallaties gemanaged werden. Dus wie financierde het, wie initieerde het, wie onderhield die waterinstallaties. En daarmee was het centrale thema van het onderzoek eigenlijk watermanagement in steden in het Midden-Oosten. Waarom steden? Ik druk steeds op het verkeerde knopje, excuses. Waarom steden? Ja, allereerst omdat het Midden-Oosten met lastige klimatologische omstandigheden, met beperkte hoeveelheden water, toch in die middeleeuwse periode grote steden kon laten bestaan, met soms wel 500.000 inwoners, in Bagdad bijvoorbeeld in de 9e eeuw. 500.000, misschien wel tot 1 miljoen inwoners in die tijd in steden. Veel groter dus dan steden in Europa, waar water veel meer voorhanden was. Die steden in het Midden-Oosten worden in de historiografie vaak gepresenteerd als slecht georganiseerd, ondergeïnstitutionaliseerd. En dat gaat terug veelal op de Duitse socioloog Max Weber,
die deze steden als het ware tegenover Europese steden zetten. Laat-middeleeuwse, vroegmoderne Europese steden. Die in zijn ogen sterke stedelijke instituties hadden. Waar steden in het Midden-Oosten deze instituties misten. En het beeld dat daaruit ontstond is zeer hardnekkig geweest in de literatuur. Waardoor er steeds, juist in de vergelijking, vaak de nadruk is gelegd op ondergeorganiseerde steden in het Midden-Oosten. Nou, u hoort waarschijnlijk al aan de manier waarop ik het presenteer dat ik het daar niet mee eens ben. En er is ook inmiddels veel kritiek op deze these geweest. Vooral ook op het idee dat deze steden ondergeïnstitutionaliseerd waren, omdat de islam en de islamitische cultuur daarvoor verantwoordelijk zou zijn. Eigenlijk is dit een heel orientalistisch beeld, hè, waarbij een soort tegenstelling gecreëerd wordt tussen Europese stedelijke instituties aan de ene kant en gebrek aan stedelijke instituties in het Midden-Oosten. En het vertrekpunt van ons project is geweest om te zeggen, ja, als er dan zo weinig organisatie en zo weinig instituties waren, hoe kregen ze dan dat water georganiseerd? Dus water was voor ons een lens waardoor we naar stedelijk bestuur gingen kijken en waardoor we ons ook in ieder geval afzetten tegen die traditionele visie. Goed, waar we op uitkwamen is dat steden wel degelijk georganiseerd waren, uiteraard, maar anders georganiseerd dan de instellingen zoals je die in veel Europese steden ziet. Nou, welke organisatievormen waren er dan? Heel specifiek zijn wij gaan kijken niet alleen naar autoriteiten, niet alleen naar organisatievormen van bovenaf, maar ook van onderop. Dus naar individuen, gemeenschappen, buurtgroepen en hoe zij zelf hun water organiseerden. En daarmee hebben we ons laten inspireren door antropologisch onderzoek, omdat we een zo breed mogelijk scala aan organisatievormen in kaart wilden brengen. Conclusies uit dat onderzoek, voorlopige conclusies, en ik presenteer u hier de casus van Cairo. Dat is een van de voorbeelden, een van de steden die we bekeken hebben. We hebben gekeken naar Bagdad, Damascus, Cairo, Basra, Samarra, Mekka. Maar hier dus Cairo, in de late middeleeuwen, 12e tot 15e eeuw. Een van de conclusies is dat er heel veel verschillende installaties waren, waterinstallaties. Heel veel verschillende vormen van waarop water geïnstalleerd werd. Geen centraal watersysteem, uiteraard geen centrale waterleiding, maar ook geen centrale manier waarop water georganiseerd werd. Zo hebben we bijvoorbeeld gekeken naar manieren waarop water werd getransporteerd. Hier ziet u een aquaduct in Cairo uit de 12e eeuw. Maar er waren ook kanalen, pijpleidingen, waterraderen, zoals u hier ziet. Aan de rechterkant uit een manuscript uit de 13e eeuw. Aan de linkerkant in een paleis uit de 15e eeuw. Er waren opslagplekken voor water. Rechts een cisterne, links een tank en een waterput daaraan verbonden. We hebben gekeken naar plekken waar veel water gebruikt werd. In de leerlooierij, in de industrie, maar ook bijvoorbeeld in badhuizen. En hier ziet u een voorbeeld van een badhuis. En hoe kwam het water bij dat badhuis terecht? We hebben gekeken naar uitgiftepunten van water. Hier ziet u een publieke drinkwaterfontein, van waar achter die vensters water werd uitgegeven aan voorbijgangers. Maar ook bijvoorbeeld naar waterdragers die een zeer centrale rol in de hele watervoorziening van Cairo en van alle steden in het Midden-Oosten speelden. Waterdragers, er zijn getallen over in de bronnen die we met een zekere korreltje zout moeten nemen. Maar dat gaat om duizenden waterdragers die functioneerden in de stad. En die grote groepen van de bevolking van water voorzagen. En we hebben bijvoorbeeld ook gekeken naar allerlei waterinstallaties die water meten of water zuiverden. En hier zien we de Nijlmeter, waarbij precies gemeten werd hoe hoog de waterstand in de Nijl stond. En wanneer die hoog genoeg stond, dan konden de kanalen geopend worden om het water de stad in te laten stromen.
Nou goed, dit zijn allemaal installaties, maar vervolgens zijn wij vooral gaan kijken naar hoe werden die gemanaged. Hoe werden ze gefinancierd, hoe werden ze beheerd, hoe werden ze onderhouden, hoe werden ze geëxploiteerd. En daar zien we heel veel verschillende groepen. En zo divers als de waterinstallaties zijn, zo divers zijn ook de vormen van management. Dus we zien officiële autoriteiten die grote waterwerken, zoals aquaducten bouwden, maar ook de waterdragers controleerden naar de kwaliteit van hun water. We zien individuen die de waterdragers commercieel inhuurden. En we zien ook gemeenschappen die bijvoorbeeld bij die publieke drinkwaterfontein betrokken waren. Een hele gemeenschap van mensen die daar werkten en die charitatieve instelling, wat het was, draaiende hielden. Kortom, de watervoorziening als geheel was gedecentraliseerd en op verschillende manieren georganiseerd. En heden ten dagen zien we die decentralisatie wellicht als een falen. Ja, misschien zelfs wel als een falende staat, als falende autoriteiten. Wij denken dat het in die tijd juist een hele duurzame, flexibele manier was. Omdat een enkel centraal systeem heel kwetsbaar geweest zou zijn. In tijden van oorlog, in tijden van financiële crisis. Als een aquaduct niet was onderhouden of een kanaal niet was schoongemaakt, dan waren er altijd nog de waterdragers die wel degelijk de bevolking van water konden voorzien. Dan brengen die diversiteit aan systemen en diversiteit aan organisatievormen, maar ook weer bij de huidige tijd. Innovatie, en dan met name technologische innovatie, is heel vaak een kernbegrip als we het over de waterproblematiek wereldwijd hebben. En vandaag, Judith Polman zei het al, willen we eigenlijk een pleidooi houden, of misschien meer eerst eens even onderzoeken of andere kennissystemen, en in mijn geval historische inzichten, ook iets kunnen bijdragen. Innovatie is natuurlijk altijd iets dat geaccepteerd moet worden door mensen. Dat moet worden ingebed in tradities, in wereldbeelden. En ik denk dat daar ook de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen belangrijk zijn. En in mijn geval zijn historische inzichten denk ik belangrijk, in de zin dat we de geschiedenis als een soort laboratorium kunnen beschouwen, waar we allerlei ideeën, succesvolle en ook de niet succesvolle strategieën voor watermanagement kunnen testen, als het ware. Ja, hoe doen we dat? Nou, niet vanuit de Ivoren Toren, zou ik zeggen, maar juist in connectie, in communicatie met mensen uit de water- en erfgoedsectoren. En dat is iets wat we in het project ook de laatste jaren her en der gedaan hebben. We hebben een aantal reizen gemaakt naar het Midden-Oosten, daar met mensen uit de water- en erfgoedsectoren en met mensen van de ambassades overlegd. En hieronder zien jullie foto's van een van de cisternen in Taif, vlakbij Mekka, die we bezocht hebben op de pelgrimageroute. En waar erfgoedcommissies, erfgoedinstellingen in Saoedi-Arabië ook investeren in de watervoorziening van de huidige bevolking, bijvoorbeeld. In combinatie met het bewaren van het erfgoed van de 8e eeuw. Ja, wij waren dus vooral gericht op immaterieel erfgoed. En tot slot wil ik eigenlijk drie praktische voorbeelden geven die uit die dialoog naar voren komen. Allereerst diverse systemen van watervoorziening, zoals dat uit ons onderzoek bleek, die zouden wel eens inspirerend kunnen zijn, omdat een centraal systeem kwetsbaar is. Ik noemde het al even. Het tweede wat eruit naar voren kwam, is dat de verantwoordelijkheid zouden we lager in de hiërarchie kunnen leggen. Dat is ook het advies van de World Bank Group, om lokale kennis weer opnieuw te waarderen, maar ook om een groter gevoel van verantwoordelijkheid lager in de hiërarchie te leggen. En ten derde, waar we regelmatig van terug hoorden, was dat kennis over traditionele islamitische omgang met water wel eens interessant zou kunnen zijn om op een duurzamere manier met water om te gaan.
Dank u wel. Maaike, we hebben nu een paar minuten voor vragen die direct aansluiten bij dit verhaal. We gaan natuurlijk straks met z'n allen nog over de bredere kwesties praten. Ik zie al meteen iemand op de achterste rij. Dan gaat er nu iemand op wat met de microfoon. Ja, dank u wel voor het heldere verhaal. Ik vroeg mij af, u zei op een gegeven moment, er zijn waterdragers die het overgenomen hebben van een installatie die het opgaf. En betekent dat dat dan overcapaciteit bij die waterdragers staat? Of was het echt dat ze elkaar konden afwisselen in strategie? Ja, ik bedoelde, want we weten niet precies of zij het overnamen op het moment dat een waterinstallatie het begaf. Ik gaf het eigenlijk als hypothese. Ons vermoeden is dat de duurzaamheid van het systeem als geheel wel goed functioneerde, juist bij die diversiteit. Dus als er een kanaal dichtslipte, dat er dan altijd die waterdragers waren. Dus voor de Nederlandse situatie zit ik me dan voor te stellen wat we dan zouden moeten hebben, in plaats van allemaal gemalen die geoptimaliseerd zijn om precies genoeg te doen. En het verhaal wat ik dan meteen aan dacht was dat van de houten watermolens. Ik ken het verhaal van de molenaar, die begon alvast met molen toen ze de buien aan zagen komen. En de waterschap moest nog beginnen met pompen, maar het water daalde al. Nou ja, mooie vergelijking. Ja, zeker. Ja, dank je. Ja, ik zie hier een vraag. U noemde dat het water gecontroleerd werd. Met welke instrumenten en wanneer werd het afgekeurd? En is er ook iets bekend over waterborne diseases? Dus de ziektes die in verband hielden met toch het open systeem van het vervoer, het transport van water. Ja, mooie vragen. Daar kan ik heel lang over praten, maar ook ik zal proberen het heel kort te doen. De controle, ja, precies weten we het niet. We zijn afhankelijk van normatieve teksten die opgeven hoe die ambtenaar die dat moest controleren, dat was de Mogtasip in dat geval, de waterkwaliteit beoordeelde. En dan was het heel belangrijk dat er geen bronwater gemengd was met rivierwater. Rivierwater werd als het meest schone water beschouwd. En bronwater was veel putwater met name, was veel minder schoon. En daar werd het op gecontroleerd. En er werd gecontroleerd of die waterzakken en de amforen waarmee ze liepen, of die schoon genoeg waren en schoon gehouden werden. En of het water 's avonds afgedekt werd, zodat er niet van allerlei viezigheid inviel. Dat soort regelingen komen we tegen. Wat voor bacteriologisch? Nee. Ja, nou, er waren water zeven, waardoor de vuiligheid eruit gehaald werd. En er zijn ook wel allerlei, in meer medische teksten, allerlei ideeën over wanneer water rein is. Maar het voert misschien ver om daar nu in detail op in te gaan. Ja. Zie ik nog meer vragen? Ja, meneer. Dank u wel voor uw uitleg over Cairo. U bent ook in het rest van het Midden-Oosten geweest. En de Nijl ligt natuurlijk bij Cairo. U bent in Mekka geweest. Is bijvoorbeeld dat wat uw conclusie nu is, dat het ook geldt voor Mekka en al deze andere gebieden in het Midden-Oosten? Nou, ik ben niet in Mekka geweest, helaas. Maar bij Mekka. Maar wat het eigenlijk is een van de andere conclusies dat het heel erg lokaal verschilt hoe het georganiseerd is. Want het grote verschil tussen Mekka en Cairo is natuurlijk dat er in Mekka geen rivier is en men volledig afhankelijk is van regenwater en het heel weinig regent. En op het moment dat het regent, de boel daar enorm onderstroomt en er dus allerlei technieken zijn om dat water dan op te vangen. En dus lokaal en opnieuw lokale kennis is heel erg belangrijk. Wat overeenkomt, is dat er eenzelfde divers beeld is. Er was dus niet één waterinstallatie, er was niet één centrale manier van organisatie, er was veel meer diversiteit. Ik denk dat dat overeenkomt. Ja. Even kijken, nog één vraag, denk ik. Dan mevrouw eerst. Ja. Ja, ik heb een heel andere vraag. Ik heb in het waterschap gezeten. En
de voorspelling is dat bijvoorbeeld over 5 jaar tekort aan schoon drinkwater is in Amsterdam en omstreken. Dus mijn vraag is, van, werkt u ook samen met het waterschap? Nee, op dit moment niet. Maar ik denk wel dat wij hier alle drie heel erg geïnteresseerd zijn in, nou ja, in dit soort samenwerkingen. En alle drie ook op verschillende terreinen wel geprobeerd hebben om onze ervaringen, onze inzichten in ieder geval te delen. Lijkt me ook echt een onderwerp om straks in de paneldiscussie over verder te praten. Dus mogen we er dan zo op terugkomen? Dan ga ik graag het woord geven aan Diana Soehardiman. Dank je wel, Maaike. Good evening, everyone. I would do the presentation in English, but as you did already inform you, we can do the question and answer in Dutch if you like. So, starting my presentation. This is a picture of 3 generations of sea nomads family in Lingga Archipelago, Riau Islands province in Indonesia, where I met them during my field research earlier this year. So the research is part of the collaboration between KIT Elve and the Indonesian National Research and Innovation Agency funded by the KINAWE. So in this presentation, I will focus on the Bakalam nomadic traditions while positioning it as sea nomads knowledge systems and potential building blocks for living with change. Some of you might wonder why sea nomads. I put sea nomads central in our discussion today because I think we can learn a lot from their nomadic lifestyle, both historically and at present, namely in relation to understanding the role of other forms of knowledge in coping and living with change. So the sea nomads are an Austronesian group. In Southeast Asia, they are divided into 3 sub-ethno-linguistic groups: Orang Laut living in Thailand, Peninsular Malaysia and Indonesia, Sama Bajau living in Indonesia, Malaysia and the Philippines, and Mokken or Moklen living in Thailand and Myanmar. They are maritime hunters and gatherers who traditionally live on boats as nomads. At present, they are becoming more and more settled in small islands and coastal areas. So historically, the sea nomads have played an important role in Southeast Asia's political and economic landscapes for millennia, as pirates, guardians of the sea lands, merchants, and explorers. They lead a nomadic lifestyle characterized by a deep cultural connection to the sea. Historical records has also linked sea nomads' maritime activities with the time of the Malacca and Johor Sultanate in respectively 14th and 15th century, and even going back to the Sriwijaya Kingdom era between 7th and 11th century. So this map gives an overview of the nomadic movements of the 3 sub-ethno-linguistic groups spread across the seascapes in Southeast Asia. So in my talk today, I will focus mostly on the Orang Laut. There are 5 provinces in Indonesia where the Orang Laut community is located. These are Riau, Riau Islands, Jambi, Bangka Belitung, and South Sumatra. Although the specific population of the Orang Laut is not officially recorded or registered, it is estimated to be around 30,000 individuals. So moving to Bakalam, what is Bakalam? Bakalam is centuries-old nomadic traditions where sea nomads would travel together from one place to another place in a group, the so-called Sampan Kajang group. The picture shows a boat or a Sampan Kajang from a family we met in earlier this year. In general, a Sampan Kajang group would comprise of 4 to 10 boats belonging to the same family or kinship. For the sea nomads, these boats function as their home while traveling at sea. So Bakalam duration ranges from days, weeks, and even several months.
While on Baklam, a Sampan Kajam group would move from one place to another while making and remaking their livelihoods. Each group would follow their Baklam roots, inherited from their ancestors. And this is an overview of four Baklam roots from one of the Sampan Kajang group we met. Each root is different, though they all comprise of similar key elements, like good fishing grounds, places where they could collect fresh water from springs, places where they could work temporarily on land, and places where they could collect other resources, such as plants for herbal medicines, woods to build their boats, among others. While a Sampan Kajang group can be connected to another Sampan Kajang group through inter-kinship marriages, each group would usually stick to the roots the group inherit. Each Baklam root is therefore unique, informed by its own specific context and history, rooted in life experiences and movements of specific Sampan Kajang group. These experiences and movements are embedded in the group's relations with specific places at sea, such as through fish movements, islands conditions, location of corals, sacred areas both in sea and on land, and ancestral fishing grounds. So conceptually, Baklam can be understood in multiple ways, as a governing system and social institutions, as a socio-spiritual physical territory, but most importantly, as cultural continuum, a way of life, a life philosophy, and a space for knowledge sharing and exchanges, and for knowledge production and reproductions. Unlike formal fishing territory, Baklam roots do not have fixed boundaries. Baklam is highly dynamic, reflecting the complexity of the seascapes, their connection with the landscapes, and integrating indigenous ecological knowledge, livelihood pathways, and sea nomads' agency to continuously adapt and living with internal and external drivers of change. So I position Baklam also as knowledge systems of sea nomads for responding to present and future changes or challenges, in particular in the context of climate change. So while moving from one place to another at seascapes, sea nomads rely on sea routes they inherited from their ancestor. As a child, they would learn, experience, and memorize these routes as they went along for a Baklam tradition with their parents and grandparents. Baklam roots forms also an integral part of their ancestral territories. Baklam serves as sea nomads' knowledge system in the sense of combining and integrating the different forms of knowledge, skills, insights, and experiences. Here, one gains the knowledge not only through strict sense of learning, but also through experiencing, seeing, and feeling. And the different Baklam roots should not be seen in isolation from one another, but rather as an interconnected, if not all-encompassing knowledge systems about the seascapes and the connected landscapes. Its roots serve as an alternative pathways to connect and reconnect with other roots depending on the needs that arise. So here the Baklam serve as a key element in the knowledge system because it offers the opportunities to explore for possible new connections, to revisit and reconnect various existing routes, and at the same time, monitor key changes in these places, such as fish decline, coral conditions, presence and absence of trading places, resources availability on land, among others. So Baklam serves as a space for learning and cross-learning intergenerationally. The point I want to get across here is that when this knowledge system is continuously being updated and refreshed, this would serve not only as sea nomads' reliable point of reference, their mental encyclopedia of seascapes rooted in the way they live and travel, but also as a comprehensive knowledge map of the seascapes, beyond just alternative routes or livelihood pathways, but also an alternative sources of knowledge to respond to multiple challenges and adapting to climate and other drivers of change. So while we are looking at the sea nomads knowledge system rooted in the Baklam, it is also important to note here that in the past, sea nomads are always on the move. That means that they are on constant Baklam.
At present, after they reside initially in the Sapao on some island and later in houses such as shown in this picture, this changes their Bakalan practice quite significantly as well. And while present conditions are not altogether conducive for the sea nomads to continue with Bakalan, many continue with these traditions, albeit with shorter duration and lesser scope of coverage. So this shorter duration and lesser scope of coverage is influenced by a few factors. Unlike in the past, their present Bakalan has a fixed starting point and an end point, which is the place they reside. So unlike in the past, where they would move from one place to another place almost continuously, at present the place they reside becomes their point of reference and become their starting and their end point. And this way, almost automatically, they would also cut the Bakalan routes in different pieces, such as one route to focus on fishing and the other routes to focus on other job opportunities, etc. Amidst both external and internal pressures, Bakalan still play an important role both socially and culturally. This is because Bakalan practices bring every member of the same Sampan Kajang group closer to one another, knowing that they could rely on one another, strengthening their bonds and affinity for knowledge sharing and collective action within the group. So to conclude, while the Bakalan provides valuable insights, it is also essential to acknowledge the difficulties of implementing it in contemporary contexts. Factors such as globalized market economy, top-down government policies, and climate change have significantly altered the maritime ecosystem and the livelihoods of coastal communities, not excluded the sea nomads. Nonetheless, the concept of Bakalan offers a unique perspective for re-evaluating current marine governance approaches. The Bakalan system, marked by decentralized decision-making, collective resource management, and strong social bonds, contrasts the top-down, state-centric governance models often utilized in coastal and marine governance in the Global South. Bakalan is not only considered a means of fulfilling subsistence needs, but also a method for the sea nomads to preserve historical traditions, uphold maritime knowledge and skills, and foster social connections from the past to the present. In the context of climate change, for example, the Bakalan system can specifically contribute to small island adaptations in several ways. Firstly, drawing upon Bakalan's expertise in navigating challenging marine ecosystems can enhance early warning systems and disaster response plans. Secondly, integrating continuously evolving place-based knowledge about weather patterns, ocean currents, and marine ecosystem can strengthen climate change adaptations strategies across scales. So I think with this presentation, I would like to urge the need to rethink current approaches in marine and climate governance towards centrally positioning of sea nomads and other actors that are located on the grassroots as agents of change and key actors holding the knowledge over the seascapes and landscapes as their ancestral territories. Thank you for your attention. Dankjewel, Diana. Even kijken. Onze eerste... Ja, we hebben... Ik kijk even de zaal rondkijken. We gaan dus even daar beginnen vandaag. Bedankt voor het verhaal. Ik heb zelf onderzoek gedaan in Indonesië naar de maritieme handelsnetwerk van de Boeginezen. Met hun penissies, hun zeilende penissies. In die loop der afgelopen 40 jaar zijn die van volledig zeilen naar volledig gemotoriseerd gegaan. Ik kan me voorstellen dat die Bajau en de Orang Laut ook vroeger zeilden en nu per motor die Bakalan doen. Dat zal mogelijk een invloed hebben gehad op de routes die ze varen. Kunt u daar iets van zeggen? Ja. Dankjewel voor de vraag. En dat is inderdaad wel zo. Maar dat is niet bij alle Orang Laut of bij alle samen Bajau en Mokkelen. Wat er eigenlijk, dat verandering is eigenlijk, geeft verdere implicatie ook in hoe ver ze kunnen varen, ook in de context van de kost van de brandstof.
Ja, dus vroeger gingen ze allemaal zelf roeien. Dus dan hoeven ze alleen maar hun eigen energie. En dan kunnen ze gewoon verder gaan zonder afhankelijk te zijn van geldstroom. En deze verandering maakt het eigenlijk ook de Sinomets heel erg kwetsbaar. Omdat die Bakkelam-traditie wordt dat dus ook wel weer uitgedrukt in de economische termen. Dus je hebt zoveel kosten nodig om die route te doen. En dan moet je het ook wel die kosten terug kunnen brengen. Terwijl vroeger was het die economic valuation was er niet in de equation. Ja. Zijn er beperkingen? Is er competitie tussen de verschillende routes? Of was er zo'n rijkdom aan voedsel en andere hulpbronnen in zee dat het veel meer mensen hadden kunnen zijn dan het aantal dat u noemde van 30.000? Ja, dus de competitie kwam eigenlijk meer van industrial fishing en mining. Want in de belief, in het geloofssysteem van de Sinomats of van de Orang Laut maken ze eigenlijk geen fixed fishing territories. Dus de routes zijn van hun. Maar dat is ook de routes die ze inherited van de ancestors. En als ik dan daar naartoe kom en dan zei ik van ik wil ook hier vissen. Ze kunnen ook geen nee zeggen. Want ze hebben altijd dat belief system van the sea belongs to everyone. Maar omdat, dus in mijn paper ga ik het hierover beschrijven, over die concept van fluid territory. Dus een territorie die gewoon fluid is en die ook gewoon mee met de kennis. En op die manier ook rekening kunnen houden met de ecosysteemveranderingen. Dus als de bepaalde koraal heel slecht aan toe is, dan gaan ze ook weg. Dan gaan ze niet meer daar vissen. Maar dat maakt het dus ook qua competitie met andere externe actoren maakt de Sinomats niet een goede bargaining positie. Terwijl ze, maar ik denk dat het feit dat ze tot nu toe nog steeds daarvan kunnen leven, zegt ook heel veel over hun kennis van de zee. Ja. Bedankt voor dit fascinerende verhaal. Ik zat tijdens deze lezing te denken aan een MWO-project wat nu onderzoek doet naar drijvende steden en drijvend wonen. En een van de kritiek die daarop wordt geuit is dat mensen zich als landdieren nooit thuis kunnen voelen op het water en in drijvende woningen. Zijn er tactieken die we kunnen leren van deze volkeren over hoe we ons wel thuis zouden kunnen voelen in drijvende steden en drijvende woningen? Jazeker, maar ik denk dat het ook wel dat vereist ook, denk ik, verandering in onze manier van leven. Want toen ik dat veldwerk deed, kwam ik. Dus ik had 2 weken in die 13 verschillende kleine eilanden met de Sinomats samen gereisd om met ze allemaal over hun kennis over de zee en oceaan te leren. En dan kwam ik achter dat ik 2 weken lang eigenlijk geen sandalen dragen. Want jij zit of in de boot of op hun huizen. Maar dat vereist ook dat je een bepaalde manier moet kunnen lopen. Want dat zijn ook niet normale wegen of niet normale straten. Dat is gewoon planken. Dat is gewoon wooden planken. En je ziet het wel dat alle kleine kinderen gewoon daar gaan rennen. En ik moet dan nadenken, oké, hoe moet ik het dit aanpakken? Dus dat is niet zozeer een constructie of een architectuur of een techniek, denk ik. Maar het is ook een culturele belevenis, maar ook een culturele. Dat is iets waar je ook mee moet groeien, denk ik. En dat wil ik niet zeggen dat we dat niet nu kunnen doen, maar dat vraagt gewoon extra aandacht. Ik denk dat we het voor daar nu even daarbij moeten laten. En dat ik graag het woord wil geven aan onze laatste spreker, Carola Heijn. Ja, bedankt voor die introductie.
Nou, excuses voor mijn Nederlands. Ik ga het in Nederlands doen. Dus als jullie toch iets niet snappen, graag even een vraagje terug. Je hoort het al, ik ben van Duitse afkomst. Dus daar zitten zeker soms fouten in. Nou, we hebben al twee heel mooie verhalen gehoord over hoe men met water kan leven. We hebben een call voor meer waterbewustzijn. Ik zou zeggen, misschien hebben we meer waterbelevenis nodig. En we hebben een nieuwe marine governance nodig. Dus waar wij al enkele jaren mee bezig zijn, is te kijken hoe kunnen we met dit verleden omgaan en wat betekent dit voor het ontwerpen van de toekomst. Dus die studenten waar ik mee te doen heb, dat zijn architecten en stedenbouwer. En wat ik probeer hun altijd uit te leggen, is nou in het algemeen hoor je voor architecten, nou laat het water maar weg, hier op het dak en in de grond en dan zijn we klaar. Dus naar de toekomst moeten we toch meer waterbewustzijn ook bij verschillende disciplines hebben en niet puur de waterbouwers. Dus in dit boek, dat staat Open Access Online, hebben we gekeken naar systemen van drinking water, sewage water, irrigation water en verschillende, nou shipping, noem het maar op, om te zien hoe kan je daar positieve voorbeelden kweken en zien hoe dit ons beter kan helpen naar de toekomst. En nou, ik hou van dit voorbeeld. Ik dacht, ik moet toch even nog een Nederlandse voorbeeld laten zien. Die antwoord staat er bijna op de rechterkant, dus graag even nog niet lezen. Maar dit is een heel mooi voorbeeld voor water voor energie. Dus je gebruikt een molen door water gedreven om energie te winnen. Maar het water vloeit de polder in. Nou ja, willen jullie water in de polder hebben? Nee. Dus het moet dan 6 of zo windmolen hebben om het water uit de polder uit te halen. Dus je hebt een conflict tussen privébedrijfje, die wolmolen, en het publieke doel, het water uit de polder te krijgen. Nou, dus mijn vraag is algemeen, hoe lang heeft het geduurd om dit op te lossen? Nou, die antwoord staat rechts, rond 300 jaar. Dus die tijd hebben wij niet als wij naar de toekomst en een meer duurzame omgang met water willen. En daarom heb ik het over, we hebben wij een nieuwe waterbewustzijn nodig. En wat je recent tegenkomt is op het niveau van het waterveld en van het erfgoedveld dat ze allebei bewegen. Dus het watergebied of het waterveld kijkt meer naar waardes. En dat zijn nieuwe waardes, niet puur technologie en watermanagers en jullie lossen het maar op. Als we maar de kraan kunnen opdraaien en het water uitkomt, zijn we blij. Dus er zit meer van die waardes waar jullie het al over hadden. Loyalty, trust, nou het grote van de source to see denken in. En we waren 23 in New York op de waterconferentie, waar het over water action gaat. En in deze water action hebben heel veel mensen proposals gedaan, hoe gaan we naar de toekomst en wat kunnen we doen en hoe kunnen we die SDG's, die Sustainable Development Goals, gebruiken om een betere toekomst op te zetten. Nou, er waren rondom die 800, 900 groepen die iets zeiden, nou, zo kunnen we water schoner, mooier, more sustainable, meer socially just maken. Nou ja, en ik was toch benieuwd als architectuur- en stedenbouwhistoricus, nou, hoeveel mensen noemen dan iets over erfgoed, over het verleden, over the past. En dan zie je dat er toch rond 200, 300 van die voorstellen iets van het verleden vinden. Nou, dat vind ik heel mooi, maar die vraag blijft dan, maar hoe dan? En als je Henk Owink vroeg naar onze oude water envoy, die zei in een film die we gemaakt hadden over waterhavens en historische steden, the past is not a recipe for the future. Dus dat even als stelling daarbij voor onze discussie later. En hij zei, er is pas 1%, zegt hij in de film, van het verleden waar we iets kunnen leren voor de toekomst. Nou, maar we hebben een nieuwe journal opgezet. En dan heb ik ook Henk Owink gevraagd om die preface voor te schrijven. En daar schrijft hij dan voor leveraging the past for better futures. En ik denk, dit is ook het thema voor vanavond. Want iedereen in de zaal wil misschien niet zo leven als die sea nomads. En toch kunnen we even daarnaar kijken, hoe kunnen we daarvan iets leren? En in dit zoektocht, wat doen we met het verleden, met het erfgoed? Nou, hoe gaan we daarmee om? Dat zijn op dit moment mijn drie stellingen.
wat kunnen we met dit geschiedenis? De ene manier om naar de geschiedenis te kijken, is iets om te discussiëren, is dat wij die geschiedenis als een spiegel voor een ecosysteem leven zien. Dus als je naar de oude steden in het Midden-Oosten kijkt, dan heb je, je hebt het over water governance, je hebt het over finances, je hebt het over legal systems, je hebt niet rituelen genoemd, maar ik ben zeker, die zitten daar ook in. Dus het is een gebouw, een structuur, maar het is ook een manier van leven, en dat hebben we heel goed gezien op het water. Het is een manier van leven, van weten die erin zit. Dus als we zo naar het verleden kijken, kunnen we ons vragen vandaag, hebben wij nog steeds dit soort van ecosysteem living with water? Nou, hoeveel mensen van jullie gaan een waterritueel in? Nou, dan wordt het al moeilijk. Of ik vroeg mijn studenten, hoeveel watersongs zijn er op rap music? Of noem het maar op. Dus je kan op een bepaalde tijd, zeker ook in Nederland, heb je heel veel woorden die aan water hangen. Maar hoe zit dit dan vandaag? Dus als we het verleden als spiegel kunnen gebruiken om naar het heden te kijken, om te zien wat ontbreekt er misschien. Het tweede is, en ik denk daar komt ook die stelling van Henk Oving vandaan, nou, er zijn heel veel dingen misgegaan. Dus die willen we helemaal niet verder mee. Dus we moeten ook begrijpen waar die padafhankelijkheden zijn. Dus we hebben sommige instituties opgezet die misschien ons gaan tegenwerken, want ze zijn opgezet op een manier, nou, we gaan altijd water tegenhouden en dan bouwen we nog een hogere dijk. En als we, nou, de volgende stap, dat was 1 of 2 jaar geleden in de pers, we gaan de hele Noordzee afsluiten met een heel hoge dijk en dan is Nederland weer zeker. Vraag is, hebben we zoveel geld? Kunnen we dit oplossen? Is dat een goede oplossing? We zien het al in Venetië met het Moses-systeem. Als die up en down gaat, dat kost het iedere keer 300.000 euro. Nou, is het geld daarvoor om ons op die manier te beschermen? En die derde stuk voor mij zit dan in het erfgoed. Dus welke stukken willen wij bewaren en waarom? Willen we Amsterdam bewaren, ook als het water stijgt? En hoe dan en waarom en wat gaan we daarmee doen? Dus dat zijn op dit moment mijn drie manieren om daarmee om te gaan. Met die punt dat wij het water op verschillende manieren moeten bekijken. Dus die everyday practices, die koffie die je drinkt, hangt ook daarmee samen welke soort van watervoorzieningen we hebben. Dus kunnen wij vanuit het everyday practice, die douche, die water, het suppen op de ei, dit samenbrengen met watermanagement? En nou, het AI is een heel goed voorbeeld, want Rijkswaterstaat heeft nu een probleem met mensen die weer naar het water terug willen. Nou, iedereen kweekt weer een nieuw waterbewustzijn en gaat lekker met de kajak, de sup, op de AI, op de Waal in Nijmegen. Nou, daar komen die grote schepen ook langs. Ja, dan heeft Rijkswaterstaat een probleem. Dus er zit een heel mooie European grant nu uit te zoeken, hoe kunnen we dit beter vervangen? Of hoe kunnen we daar beter mee omgaan? Want Rijkswaterstaat wil niet per se met de safety-vraag van de zwemmers en de roeiers en de kajakers omgaan. Dus we moeten een nieuwe waterbelevenis krijgen. En dit is wat ik bedoelde met die idee van ecosystem thinking. Dus bij ons, tenminste op de universiteit, gaat iedereen over die SDG's. Die SDG over drinking water, over water on the sea, of energie, of klimaat. Die zitten er alle heel mooi in verbonden. Maar water als begrip is heel veel groter. Want als ik naar de mensen van de haven zei, nou, dit is SDG 6. Ja, maar dan zegt de havenautoriteit tegen mij, ja, maar we zitten niet in het goede water. Ja, want het is geen drinkingwater. Die zee is zoutwater. Dus nou, waar zit dan die zee? Dus we moeten toch groter denken. En door de eeuwen heen hebben we altijd met klimaat en energie geleefd. Ob je nu in Marrakesch of ergens in het Midden-Oosten zit, da was geen water en toch zijn er grote steden. Als je ergens in Alaska zit, dan heb je ijs en daar konden mensen ook mee leven. Dus nu verandert het water, dus we moeten nieuwe manieren vinden om ook met de oude gebouwen om te gaan en de oude structuren. Dus historisch hadden we het water gebruikt voor individual survival, tegen hunger en poverty, en om grote steden te bouwen. Maar hoe we dit gedaan hebben, was altijd in functie van cultuur en waardes.
Dus als men vond dat bijvoorbeeld die vrouwen in Afrika het hele drinkingwater gaan dragen, dan is dat een onderdeel van deze waarde. Maar dit is misschien niet het waardesysteem waar wij naar terug willen gaan. Dus met deze opzet zijn we een nieuwe magazine gestart. Dit is op Blue Papers, Open Access, Peer Reviewed, heel korte artikelen, 1500 woorden. Voor academici en heel kort en voor professionals redelijk lang. Met de idee een puzzel samen te stellen van al die mooie voorbeelden en te kijken, kunnen wij bijvoorbeeld door deze verschillende soorten van tangible en intangible waardes te gebruiken, naar een nieuwe vorm van analyse van het watergebruik komen. Dus bijvoorbeeld door de tijden heen, hier in Nijmegen gekeken, hoe hebben mensen met de Waal geleefd? En dan komt op een bepaald moment het probleem van ruimte voor de rivier. En daar zien we die struggle tussen die mensen die sappen op de Waal en die grote schepen die er langs gaan. En dus in die magazine vind je dit soort van heel verschillende stukken terug, want ik denk, we hebben nog niet eens het weten hoe verschillend wij met water kunnen omgaan. En dit is pas één stuk die ik heel mooi vind. We hadden traditioneel rituelen op water en deze vrouwen in Polen hebben een nieuw ritueel opgezet om een dode rivier te commemoreren. Dus na mining. En dan heb je van alles over hoe visualiseren wij dit, hier een ander voorbeeld vanuit Indonesië. Of ook, dit is een programma van die Watermuseum-netwerk, hoe kunnen we watermusea inzetten om een nieuw waterbewustzijn te kweken. Daar zit een hele methodologie achter, langs die delta alle watermusea en waterpractices te herkennen en nieuwe narratieven te ontwikkelen om daarmee om te gaan. En op hetzelfde moment beweegt ook UNESCO met het Historic Urban Landscape Approach, waar zij proberen het erfgoed groter te pakken en te zien hoe kunnen wij duurzame ontwikkelingen voor erfgoed in het context ontwikkelen, in het context ook van water, want water is een heel grote bedreiging dan voor het veranderen. En hier vind ik, heeft Parijs het met de Olympics heel goed gedaan. Want als je echt in de Seine wil zwemmen, en ik weet niet of je in de Seine wil zwemmen, maar dan moet je alle andere water-users op een rij krijgen. Je moet van je sewage-water af, van het runoff-water, je moet investeren in agriculture 100 kilometer op, om het water mooi te houden. Je moet die scheepvaart beperken. Dus je moet weer terug naar een multiple waarde-approach naar de scène toe. En Parijs, daarom vind ik hem altijd sterk, kan die dingen in gang zetten en het doortrekken. Dus er komen nu 3 zwembaden in de scène. En dus ook collega's in Frankrijk zijn bezig met die soort van verbeelding van hoe ziet het uit met cultural, wat is onze imaginary in dit geval van de Seine River? En wij proberen nu om dit rondom de Seine, jullie herkennen misschien die vorm van Parijs, dus dit is die Seine Rivier met die verschillende zwembaden. Dit zijn die punten waar ik denk, dit zijn watermusea. Daar hoort ook zoiets uit die Musée Carnavalet of die Louvre bij, waar we niet als watermusea aan denken, maar al die plekken die een waterprobleem hebben of watergeschiedenis hebben. En dan die World Heritage Site. Maar dan zitten hier ook havens op die 2 plekken. Dus die idee is via mapping, dus via deze soort van tools, nieuwe verhalen te kweken en nieuwe waterbewustzijn, waterbelevenis te creëren. Bedankt. Dankjewel, Carola. Eerst een paar minuten voor vragen specifiek over wat je hier ons verteld hebt. Wie mag ik hier het woord geven? Er is vast wel iemand die zit te popelen. Het werd eerder op de avond al gezegd, hè? Over 5 jaar hebben we misschien geen water of zo. Hè? Hoe alarmerend vindt u nou de situatie in, laten we maar zeggen,
onze omgeving of Amsterdam? Nou, Amsterdam is toch een mooi voorbeeld. Ik zou het even naar Nederland trekken, want er zijn al plekken waar we heel veel droogte hebben. Of nou in Duitsland, als die Rijn droog zit, hebben we ook een groot probleem. En dat hadden wij laatste zomer. Dus, maar dan kom ik terug op vraagstukken die we eerder hadden. Hoe kunnen wij naar decentrale praktijken teruggaan? We hebben het altijd over die shower. Ja? Nou, als het water schoongemaakt wordt en tijdens terugkomt, dan zou je voor mij zoveel douchen kunnen als je wil. Het probleem is nu dat het water tot en met wat er nou of whatever gaat in de aarde en weer terug. En tussendoor nog gemixt wordt met van alles wat je niet daar willen hebben. En dan komt het pas terug. Dus het leren van het verleden, ook voor Amsterdam, zou voor mij betekenen hoe kunnen we kortere watercycles bedenken, dat we niet heel lange processen dachten hebben. En daar is het Midden-Oosten een heel mooi voorbeeld. Daar had je huizen waar je van het dak af het water haalde naar de planten toe. Ja, iedere plantje had een eigen klein kanaletje waar het naartoe ging. Dus die douche is één voorbeeld, het dak zou een ander voorbeeld zijn. Gebouwen te ontwerpen die het water vangen en niet puur daarvoor daar zijn om het af te leiden naar het hele platteland naartoe. En dan denk ik hebben we minder problemen met probleem van water. Maar dan moeten we ook het regenwater weer misschien schoner krijgen. Dus hij krijgt dan weer andere vraagstukken die daaraan aansluiten. En andere legal stories. Ja, natuurlijk. Maar wachten we even op de microfoon. Ja. Ja, ik heb me wel zit fantaseren ook bij de waterschap natuurlijk. Maar al die vergaderingen. Maar wat in mijn waterschap gebeurde was dat het internet heel slecht was. Digitalisering was niet op orde. En dat betekent dat ik dacht, ja, vroeger gingen we ons land verdedigen door het, de vijand van het lijf te houden met water. Maar hoe groot is de kans dat wij gehackt worden en dat de bruggen straks en de sluizen allemaal openstaan en wij onder water staan? Nou, ik ben niet helemaal zeker dat ik je goed begrepen. Ik antwoord maar even, dat is niet die juiste kant. Ik denk dat is ook een vraag van resiliënt. We hebben heel veel vertrouwen nou in de grote waterschappen en het ministerie gezet en niet in die individuele resilience. Dus dit vraagstuk, als iets groots gebeurt, en dan zou je ook naar oorlog kunnen denken. Nou, als er iets gebeurt, is iedereen dan in staat? Heeft iedereen thuis genoeg water om zoveel dood? Weet iedereen waar je naartoe moet als je wil ontsnappen? Of als je het ook je begon met Valencia, nou, loop je dan in die ondergrondse garage om je auto te redden of niet? En ik denk, dit zijn alles manieren, hoe leef je met water, van drinking water, irrigation water en. Nee, dat was echt de vraag niet. Sorry, nog een keer. Kijk, overal worden organisaties gehackt. En ik denk wel eens, nou, als die Poetin nou echt kwaad wil, dan gaat hij gewoon die waterschappen een beetje hacken. Leuk Amsterdam. En dan zetten we de bruggen open en de sluizen open. Want alles wordt gewoon via de computers geregeld. Er zit geen iemand bij de brug tegenwoordig. Nee, dat wordt op een afstand geregeld. Dus dat is de vraag van hoe groot schat u dat nou eigenlijk in? Want ik heb er niet zoveel vertrouwen in, eerlijk gezegd, hoor. Maar goed, misschien u wel. Nee, dus ik denk, nog even voor de helderheid dat ik dit keer goed krijg. Die hele digitale aanvallen die er kunnen zijn en hacking. En je ziet als iets gebeurt, of in Amerika of whatever, dan gaat heel veel mis. We hadden recent iets met de ziekenhuizen of zo. En nou, ik ben soms, nou, ik laat me omdraaien, ik ben soms verrast dat Nederland nog steeds 1 miljoen huizen op de westelijke kant wil bouwen. Misschien moet het toch meer naar het oosten gaan. En dus nee, ik zou ook geen vertrouwen in hebben dat het op lange termijn zo werkt. Ja. Nou, dat brengt ons volgens mij al naar de brede discussie waar we nu mee verder gaan. Dank je wel, Carola. En zou ik ook Maaike van Berkel en Diana Zwardiman mogen vragen om hier plaats te nemen? Willen jullie water of zo? Of gaat het allemaal nog? Het wordt hier steeds. Ja, het is alles. Jullie hebben eigenlijk heel
verschillende dimensies laten zien al. En dat we, Carola vatte dat eigenlijk ook al even samen, voor de manier waarop je zou kunnen nadenken over wat kennis van ongebruikelijke bronnen, laten we zeggen kennis uit historische kennis of kennis uit culturen waar we niet meteen aan denken. Kennis uit onze eigen gebouwde omgeving. Wat die ons nu eigenlijk kunnen leren in een veranderend klimaat. En uit de vragen bleek denk ik al meteen dat het niet zo is dat we ergens een geheime emmer met oplossingen hebben. Dus misschien willen jullie toch nog eens even reflecteren op wat jullie eigenlijk denken dat we precies kunnen of zouden moeten veranderen aan ons nadenken over oplossingen en wat jullie onderzoek daar dan precies aan bijdraagt. Maaike, wil jij beginnen? Ja, dank je, Judith. Ik denk, nee, er zijn geen pasklare oplossingen. En we willen, als ik naar mijn onderzoek kijk, ook op dit moment niet uit de Nijl gaan drinken. Of ook niet zwemmen, overigens. Maar wat we wel kunnen leren, is kijken naar... er zijn een paar dingen voorbijgekomen. Ik moest net ook even denken aan verschillende typen van watergebruik, waar wij in ons onderzoek ook veel aandacht aan hebben besteed. Dus drinkwater heeft een hele andere organisatievorm dan water waarmee gekookt wordt, of water dat voor de rituele wassing beschikbaar moest zijn, of water dat voor de industrie gebruikt werd. Nou, dat is al iets waar we verder over na kunnen denken, wat op dit moment in ieder geval hier in Nederland natuurlijk niet zo is. Het water komt uit de kraan en het is allemaal hetzelfde water. En we spoelen onze wc door. Hè? Dat is het bekendste voorbeeld met drinkwater. Over het algemeen tenminste. Dus dat is één van de dingen waar we opnieuw naar zouden kunnen kijken. Ik noemde ook al, en dat heb ik eigenlijk niet zelf bedacht, maar dat kwam echt in dat contact en in die dialoog met mensen uit de waterbranche van: als je nu die verantwoordelijkheid lager in de hiërarchie legt, en daar kan je ook heel veel voorbeelden van geven, maar als je een kleinere gemeenschap verantwoordelijk maakt voor een bepaalde hoeveelheid water, dan voelen ze die gemeenschap, die mensen in die gemeenschap, zich ook meer verantwoordelijk voor die hoeveelheid water, om daar op een zorgvuldige manier mee om te gaan. En dat is heel anders dan wanneer je de kraan opendraait en ergens centraal is dat geregeld. En je weet wel dat je niet te lang moet douchen, het bekende voorbeeld, of je auto moet wassen op het moment dat er weinig water is. Maar doen we dat ook? En als je dat nou lager in de hiërarchie legt, lager gewoon in gemeenschappen zelf, nou, dat zou een voorbeeld kunnen zijn. En hetzelfde met meer diverse systemen, zodat we, en met die verschillende typen van water, zodat we niet afhankelijk worden van één centrale organisatie. Ja, dat is eigenlijk ook wel wat jullie benadrukken, dat het belang van verschillende soorten kennis naast elkaar, ook dat, zeker. Dat ons kan helpen, in elk geval niet alleen om te ontdekken wat je nog zou kunnen doen als optie A, overal drinkwater voor gebruiken uitgeput is. Maar ook, er zijn andere mensen met andere ideeën over. Ja, zeker. En ik denk dat is heel denk erg ik Diana's punt. Zeker. Wil je daar nog iets over zeggen? Ja, dankjewel. Ik denk dus, om daarbij aan te sluiten, denk ik dat het heel belangrijk is om het ook te realiseren dat de processen van, dus mijn onderzoek kijkt heel erg naar verschillende vorm en type van kennissystemen of knowledge systeem. En dat is denk ik heel belangrijk ook om te realiseren dat het proces van kennisproductie en kennisreproductie is ook niet neutraal is. Dus je hebt wel groepen die gewoon heel goed zijn belangen kunnen vertegenwoordigen in de mainstream debat en discussie. En je hebt andere groepen die eigenlijk, ze zitten gewoon heel op de marge. En dat is niet alleen maar op het gebied van water, maar ook in landsituatie is het ook dezelfde. Als we over mountains, remote forests. Dus dat moeten we denk ik heel goed realiseren. In hoeverre kunnen we als academicus, maar ook als persoon, als
community members kunnen bijdragen aan het inclusief proces van knowledge production en reproduction. Dat we eigenlijk een andere type van knowledge die wij misschien niet kennen, niet direct gaan uitsluiten. Of niet altijd proberen het antwoord te zoeken bij alleen maar de systemen die wij kennen. Mm-hmm. Ja. Ja, ik zat zelfs te denken aan even aan de omgang met ijs in Nederland. Ik heb lang in het Verenigd Koninkrijk gewoond. En daar was ieder jaar, als het ging vriezen, dan gingen er weer kinderen verdrinken. En dan zei iedereen, oh wat vreselijk, hoe kan het dat die kinderen op dat ijs waren? En dan dacht ik aan Nederland. Dan dacht ik, ja, toen we hier nog ijs hadden, was er een soort van zelfsprekendheid. Dat hoorde bij een kennis. Ik heb dat op de lagere school geleerd, wat ik moest doen als ik door het ijs zakte. En dat was ook een voorwaarde, omdat we allemaal het ijs als een soort positieve waarde zagen. Terwijl ze aan de andere kant van het kanaal er alsmaar treurig van werden, zeg maar. Dat is ook wel het soort waarde waar jullie het over hebben. Klopt dat? Is dat het? Ja, oké. Okay. Dat maakt het even concreet voor vanuit onze Nederlandse context. Carola, wil jij ook nog even reageren? Ja, misschien nog enkele dingen toe te voegen. Eén, met een voorbeeld te beginnen. In zwemschool is heel anders in Amerika of in Duitsland dan in Nederland. En ik denk, daar begint het al. Of je leert onder een boot onder te duiken, of je met breaststroke, et cetera, begint. Dus dit is waar ik probeer het over te hebben, in cultuur, om met water te leven. Maar er zit ook een academische cultuur achter. Dus dat is ook een probleem. Dus die historici bijzonders proberen, nou, wij hebben het over het verleden, en dan mag je niet aan het heden raken. Daar zit ik een beetje anders in, want ik zit op een architectuurschool. Dus het moet over de toekomst gaan. En daar het verhaal te veranderen. Dus ik zei het al eerder een beetje. Maar als die studenten mij dan vragen, nou, kijk naar Amsterdam. We hadden social municipalities. We hadden maatschappelijke woningsbouw voor de grote massa. Nou, en daar hebben we heel mooie Amsterdamse schoolgebouwen van gekregen. Nou, als we het nu over in Amsterdam voor het water zouden hebben, wat zouden dan die structuren zijn? En daar zie je heel mooi in het Midden-Oosten. Nou, je hebt die publieke fountains die op een bepaalde manier ontworpen zijn. Je hebt publieke ruimtes rondom die fountains. Dus ik vraag dan ook soms mijn studenten, nou, ontwerp maar al die waterelementen, van het toilet tot en met de brug, die iets met water te maken hebben. En begin daarmee te ontwerpen. Dus ik probeer het verhaal ook bij de architecten te veranderen. En ik denk dat zouden we met alle disciplines moeten doen, ook met het erfgoed bijvoorbeeld. Nou ja, en daarvoor dan dit soort van dingen, zoals die Journal Blue Papers. Ja. Of we hebben open access courses over water works, een professional education course, om het verhaal te veranderen. Ja. En dat is echt niet makkelijk. Nee. Maar dus er moet voldoend buy-in zijn, er moeten voldoend voorbeelden van de hele wereld zijn. Het moet inclusief zijn, dat er iets van in Indonesië naast de voorbeelden van Afrika, et cetera, staan. En dan kunnen we gemeenschappelijk over het leven op water hebben. En die vraag eerder terug, nou, cruise ships, en die soms dan voor enkele maanden om die wereld gaan, is misschien voor bepaalde mensen ook een manier op het floating systems te werken. Niet echt sea nomads, zoals bij. Dus ik wou nog heel even terugkomen op Nederland. We hebben het al heel even over de waterschappen gehad, hè? En je zou dus kunnen denken, moeten we nou ons voorstellen dat de waterschappen zo'n manier zijn van gedevolveerd omgaan met water? Of is dat toch een beetje... Kijk, in historici hebben vaak nagedacht over dat de noodzaak om met het water om te gaan leidde tot vroege vormen van democratie, typisch waarde, het poldermodel. En dat hoort daar eigenlijk allemaal bij. Maar als ik nu denk aan de rol van de waterschappen, weet ik niet helemaal of ik die zie tussen dat, nou ja, op dat niveau van gedevolveerd regeren. Wat denken jullie daarvan? Mevrouw van de Waterschappen, die moet daar iets misschien zeggen, zo direct iets over zeggen. Dat lijkt me ook wel een heel goed idee. We moeten even wachten. Ja, precies. Ja, er is een prachtig project in Weesp gebouwd, vlakbij de spoorbaan. En dat is in samenwerking met de waterschappen gebouwd. Mm-hmm. En eigenlijk ook al voorloper geweest van de omgevingswetten. Ze kijken ook naar de bodem of dat goed is. En je moet het grondwaterpeil hebben. Maar wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben overal grachtjes weer gebouwd tussen die huizen.
En dat is gewoon voor de waterafvoer, watervoorziening. Nou, dat is een heel goed project. Loopt als een trein. En, een voorbeeld. Neem het mee. En ga kijken ook. Het is maar een heel klein ritje naar Weesp uiteindelijk. Het is bij de spoorbaan, dus nou ja, wat wil je dan meer? Ja. Misschien een voorbeeld aan jullie Amsterdammers dan terug. Er loopt een heel groot project over bruggen en kademuren in Amsterdam. Het wordt ook gesteund van de Groeifonds. En er gaat onderzoek over hoe bouwen we die kademuren van de toekomst. Met heat exchangers en digital cables en. Mobility is een groot vraagstuk. Als die grote trucks die stad inkomen, dan zijn die kademuren niet sterk genoeg. Nou, dit project loopt en iedereen komt met nieuwe innovatie. Maar Amsterdam is ook werelderfgoedstad. En het is werelderfgoed, want die engineering van het verleden was zo toekomstwijzend. Dus vraag terug, is die heat exchanger voor keywords, zou dit in 50, 100 jaren herkend worden als het baanbrekende, als het toekomstwijzende, duurzame ontwikkeling die dan weer een nieuwe werelderfgoedstatus zou mogen hebben? En nou, die vraag voor mij is, als je naar Amsterdam kijkt, was het een heel ingebed. Het was niet puur die economie. Daar zat ook esthetiek achter. Daar zaten manieren van leven achter. We zouden van de trucks af kunnen als we een stop voor trucks zetten of kleinere trucks ontwerpen. Dus die ontwerpvraagstuk is al in waarde vraagstuk. Als ik niet met de grote trucks die stad binnen mag, hoef ik die keywords ook niet te vervangen, bijvoorbeeld. Maar hoe bepaalt al voorab welke kant we willen opgaan? En hoe bepaalt, hoe komen we terug naar een kunstwerk, een stedelijke kunstwerk, wat Amsterdam is? En is, want er waren engineers die met dit grote gedachtegoed gekomen zijn. Ja, mevrouw, wilde u reageren? Nee? Ja, u gaat uw gang, dan krijgt u nu een microfoon. Ja, mijn allereerste reactie daarop is, misschien moeten we allemaal weer nomaden worden. Misschien zijn grote steden helemaal niet sustainable naar de toekomst toe. Ja, dat zijn ook bewegingen. Wil jij op die nomaden reageren? Ja, ik wil eigenlijk over iets anders over hebben. Want we hebben het over waterschappen. En in Indonesië hadden we ook iets vergelijkbare systeem, ook centuries old. Dat is Ulu, dus hoe boeren en hoe allemaal de dorpsgemeenschap, mensen die water gebruiken, gewoon op die manier een manier vinden om de verdeling zo goed mogelijk te hebben. Het heet Subak in Bali en het heet iets anders op Java. En ik denk dat hier hebben we het ook over de tension of de druk tussen individuele kennis over hoe, wanneer het grond klaar is, hè, voor irrigatie of voor bewatering of voor cultivation. En dus dat is aan één kant de individuele farming system level. En aan de andere kant is het de regulatie. Dus om iets te reguleren moet je een standaard systeem hebben. Een waterbeheerder die kan niet bij elke farmhouseholds die honderden zijn langskomen om te kijken of het al klaar is, of de bodem al klaar is. Dus dat zit de tension. En in Indonesië weet ik wel dat een heleboel kennis verloren zijn gegaan vanwege die regulatiedruk. Dus mensen willen reguleren, mensen willen kalender gebruiken, mensen willen kunnen vertellen van die datum tot die datum krijgen jullie water. Of dat water de beste, of dat tijdstip de beste tijdstip is voor de grond. Ja, dat kan voor een ene boer anders dan de andere boer. Dus dat zie je ook een heleboel tension. Je wil niet zeggen dat de kennis er niet is. De kennis is er wel, maar het is altijd de politics of knowledge. Whose knowledge count? Ja, en dat is natuurlijk in de waterschappen nu ook weer aan de hand. Het is gewoon een belangenstrijd, ja. Wie mag ik verder het woord geven? Ja. Daarop aanhakend. En mensen die digitaal zijn kunnen geen vragen stellen tenzij ze doorappen. Dus ik heb een vraag van Tim van Wessel van het Waterstootmuseum. Die zegt,
Ja, is dat nou... ik parafraseer, dus ik hoop niet dat ik een verkeerd quote. Anders krijg ik boze appjes terug. Maar is het wel zo'n goed idee om alles te decentraliseren? Johan van Veen vond het een heel goed idee dat we juist alles centraal deden, zodat we juist een afsluitdijk konden bouwen. En waterschappen staken elkaars wijken door in de 17e eeuw. Dus hebben we niet een juiste, dat is mijn parafraas, hebben we niet een soort van Hobbesiaanse Rijkswaterstaat, Leviathan nodig, die juist iedereen precies zegt wat hij moet doen? Ja. Nou, ik denk je moet allebei hebben. Want je ziet het probleem als je in... Nou, ik kan ook naar Duitsland kijken, als die Elbe overstroomt. Dan hangt het ervan af welke stad een mooie dijk heeft en welke niet. En die gaat onder. Dus het Nederlandse systeem, nou, dan laat ons dit in de wei. En de, nou, die boeren, die gaan we dan geld geven, dan is het weer goed. Of in Amerika heb je hetzelfde probleem. Dus als pas die mensen die voldoen geld hebben, of die gemeentes... iets kunnen doen, werkt het niet. Maar ik denk andersom, als je het puur centraal laat lopen, dat is nu, heeft nu heel goed gewerkt voor de laatste 50, 60, 70 jaren, maar in een tijd van waterverandering, denk ik, is het niet, kan je niet meer puur centraal werken. Dus daar verschillende lagen te hebben, om ook die resilience terug te geven aan mensen, als er iets gebeurt, ga ik overstromen, die leuke website is er, maar dus als het gebeurt, wie kent het, wie weet het, wie heeft het iets daarmee? Dus daarom zeg ik, die nieuwe resilience op het individuele niveau tegenover met de grote interventies. En daarom noemde ik het sappen op de ei, of die kajakkers in Nijmegen, of die mensen die van de brug springen, ja, op de ene kant. Maar welke waarde geef je dan aan wie? Dus wie hebt gelijk? Nou, niet gelijk, maar dus zeg je, de Waal moet voor de scheepvaart open zijn en de zwemmers gaan maar naar thuis. Nee, kan ook niet meer, dus je wil meer mensen aan het water trekken. Dus we moeten een nieuwe balans tussen die waardes vinden, zou ik antwoorden. Ja, en eigenlijk in de field of governance studies heet dit, de discussie is eigenlijk al... moving beyond decentralized or centralized. Dat is ook, er is ook een begrip over polycentric decision making. Dus je hoeft niet alles te kiezen, decentraliseren of centraliseren. Of je hoeft ook niet alles te integreren wanneer het niet nodig is. Dan gaat het eigenlijk over synergie creëren en gewoon het systeem in capaciteit hebben dat als er wat gebeurt, dan de plekken waar het wel moet reageren, kunnen wel reageren. Maar dat is een hele andere manier van planning en ook hele andere principe en rationeel voor governance, denk ik. Wilt u iets zeggen, dan krijgt u de microfoon. Ik hoor dat u iets toe te voegen heeft. Dus eerst even mevrouw hiervoor en dan misschien de meneer. Super interessante avond, dank je wel. Er zijn twee dingen die steeds bij mij oppoppen. Eén, risicospreiding. Juist door dingen centraal te doen die centraal moeten en de rest vooral decentraal. Zo dicht mogelijk bij de mensen die het betreft, want die hebben dan ook eigenaarschap. En een ander ding met de informatie. Ja, het ouderwetse idee van de academische wereld of gewoon de experts met die grote kaartenbak. Ja, die werkt niet meer. En hoe organiseren wij dat we luisteren naar verschillende bronnen van kennis, zonder dat we anderen gaan afdoen als complotdenkers of fake news of weet je? Dat is interessant. Wat is informatie en hoe gaan wij elkaars informatie gebruiken? Ja, dank u wel voor deze toevoegingen. Ja, het eerste zeker, dat eigenaarschap is denk ik heel belangrijk. En ook nog in het vorige stukje van de discussie. Hè. Dus dat is eigenlijk, het een hoeft niet of te zijn inderdaad. Hè. Er kan een centrale controle plaatsvinden. Maar ik denk ook echt wel dat lager in de hiërarchie en daarmee eigenaarschap geven aan de mensen die het betreft ook zeker een goed idee is.
Ja, dat tweede is een hele mooie vraag. En ook voor ons als, als wetenschappers, denk ik, en ook hier bij de KNAW, van wat is science en wat is wetenschap en welke kennis waarderen we? Dat zit al in de avond van de ene kant de technologische kennis, waar we helemaal niets aan af willen doen, overigens, hoor. En daarnaast de kennis uit de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. Hoe kan je die combineren en hoe kan je die op een goede manier met hetzelfde doel inzetten eigenlijk? Maar daar komt nog bij allerlei andere vormen van kennis die verschillende gemeenschappen op verschillende plekken in de wereld hebben. En hoe nemen we die serieus? Ik denk dat dat, ik heb er geen antwoord op, maar ik denk dat bewustwording van dat er verschillende vormen van kennis zijn, zoals Diana ook al heel goed heeft overgedragen vanavond, dat dat al heel belangrijk is. Ja. Er was daar nog een vraag, ja. Hele andere orde. Ik zou zo graag iets meer willen weten omtrent die foto. Wat daar is. Ja. Dat is fantastisch. Ja, dat is een beetje. Wij hebben er ook al naar gekeken. Maar ik denk dat de mensen van de organisatie dat weten van wanneer die is. Wouter, weet jij? Congresbureau. Ja, je moet wel je microfoon erbij hebben, ja. Man. Practice what you preach. Ja, dat is mijn schuld. Ik heb niet zo heel veel inhoudelijke kennis. Al helemaal als ik naast dit publiek sta. Dus ik moet eerlijk bekennen dat het simpelweg een ontzettend leuk plaatje leek. Maar wat zien we hier? Weet je volgens dat? Volgens mij, als ik het niet fout heb, is dit Amsterdam. En ik zou niet precies durven zeggen wanneer dit heeft plaatsgevonden. Misschien weet een van u daar meer over. Nee, wij hebben erover gespeculeerd, maar we weten het niet. Nee. Maar misschien wel mooi om iets ook een beetje in het midden te laten. Ja, ja. Tenzij u daar een andere kijk op heeft. Nee. Er is iemand die dit nu, kan fotograferen en Google de opdracht kan geven. En de hele entourage. Ik had het niet als Amsterdam herkend. Maar dan is het toch de meest waarschijnlijke de overstroming in 1916. Kijk aan. Nou. Niemand weet ervan. Maar dat was heel waterland. Stond daar behoorlijk u weet er wel van. Dat is in 1916 geweest? En het politieke vervolg is de Afsluitdijk. He, eerst moet de zaak anders lopen en dan komt de politiek in actie en kunnen er leuke dingen gebeuren. Ja. Soms duurt het wel 300 jaar, zoals we hebben geleerd met die volmolen natuurlijk. daar zijn wel meer voorbeelden van te bedenken, van dat dat lang kan duren. De Haarlemmermeer is er ook zo een. Moest eerst ieder jaar Leiden onderlopen, geloof ik. En dan, nou ja. Ik denk dat er nog plek is voor één vraag. Meneer. We hebben het veel gehad over aanvoer van water, maar heel weinig over afvoer van water. En dat is ook wel een leuk punt hier in Amsterdam. Daar heeft op een gegeven moment een hele dure verandering plaatsgevonden met het afvalwater helemaal centraal reinigen en af te voeren. En allerlei wijken dingen die opheffen en die dus gewoon sluiten. Is dat achteraf gezien toch niet zo'n verstandige zet geweest in de zin van centralisatie en decentralisatie? Nou, ik kan even één kort voorbeeld geven. Dat komt uit Duinkerke. En in Duinkerke heeft die Stedenbouw Agency een heel mooie mapping opgezet van, toen was het over olie en die grote raffinaderij. En dan hebben ze het over water gedaan. 4 kaarten over water. En ze laten zien dat het water wat uit de polder naar de zee gepompt werd, is dezelfde grootte van het water wat die industrie nodig heeft. Dus als je die systemen in elkaar zou zetten, nou, dan kan je het schoon water van de polder voor de industrie gebruiken. Maar we hebben altijd die waterstromen apart bedacht. Dus het is nooit gebeurd. En ik denk, daarvoor hebben we ook nieuwe methoden nodig. Dus het is misschien een deels antwoord. Maar ja. Over afvoerwater eigenlijk is alle afvoerwater gaat naar de zee, hè? Ja, dus ja. Zeker. Nou, ik denk dat we hiermee aan een natuurlijk einde gekomen zijn. Afvloeit, zullen we maar zeggen. En dan vloeien wij richting een drankje, geloof ik, wat er nog is, denk ik. Maar niet dan nadat wij onze sprekers hartelijk bedankt hebben voor een bijzonder mooie en heldere verhalen. En u allen voor uw inbreng hier, die het een hele gevarieerde en mooie avond hebben gemaakt. Ik dank u wel.